Welkom bij de allernieuwste superhero tycoon in Roblox. Superman, leg die bom weg. Dat is niet aardig, jongeman. Mijn naam is dus Schuber en ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik de Hulk word. Oh, nee! Hij is voor mijn neus weggenomen. Oh, dat is zo jammer. De Hulk is een van mijn favoriete superhelden voor de mensen die het nog niet wisten. Spider-Man. Ik kan Spider-Man zijn? Kan ik ook Thor zijn? Nee, Spider-Man. Come on, man. Spider-Man is ook wel echt een... gewoon een legend. Like, laten we eerlijk zijn, een icon, kan ik beter zeggen. Wij gaan vandaag in de voetstappen... In de pootjes treden van Spider-Man. Yeah, let's get it, man. Vandaag gaan wij kijken hoe het... Oeh, er is als een code. Er zijn geheime codes voor dit spel, jongens. Als jullie willen, kom ik daar misschien de volgende aflevering wel op terug. Doe dan even een like op deze video. Oké. Wat creëert Spider-Man in zijn tycoon? Ik ben benieuwd, wie zijn mijn buren eigenlijk? Ik heb dat nog helemaal niet gecheckt. Wie zijn mijn buren in dit spel? Ik heb trouwens een beetje cash bijgekocht voordat ik deze video begon. Ik dacht bij mezelf, laten we goed beginnen. En dat heb ik dus ook gedaan. Mijn buren zijn de Flash. Oké, die is heel erg snel. Dus als ik tegen hem zeg van, yo, doe even boodschappen voor me, is hij binnen 2 seconden terug. En de Green Lantern. Dus als ik geen zaklamp meer heb of geen nachtlamp, dan bel ik hem. Dus in die zin zijn wij redelijk goed beland, hè, in de neighborhood, laat ik het zo zeggen. Er zijn hier verschillende soorten crates die wij kunnen kopen. Laten we beginnen met een money crate. Oké, let's go, jongens. Een money crate. Er kan van alles in zitten. Meestal is het money, hè, dat komt uit een money crate. Yes! Woo! Nice! Dikke winst! Oh, netjes, jongens. Hey, gewoon even zo lekker in het begin van de episode. I love this. En het is ook wel heel leuk hoe, zeg maar, die blokjes die ik maak exact de kleuren van Spider-Man hebben overgenomen. Erg tof om te zien. Laten wij een droppertje kopen. En er kan zelfs nog wel een droppertje vanaf. En als wij nog even 1 keer een money crate kopen en we hebben geluk... Eigenlijk moet je dit nooit doen, hè. Als je in de eerste keer heel veel geluk hebt, vooral bij dit soort idiote dingen, moet je nooit voor een 2e keer gaan. Want dat gaat gewoon weer fout. Dan gaat het nooit... Het gaat nooit 2 keer achter elkaar goed. Daar kun je van uitgaan. Zie, ik wil niet zeggen dat 650 slecht is. Maar dan had ik het beter gewoon direct in de shop kunnen kopen. Terwijl net had ik heel erg veel geluk. Maar goed, laten wij eens even kijken. Ja, weet je, dat is wel het leuke. Want elke superheld heeft natuurlijk op een gegeven moment zijn eigen specialiteit, hè. Als je bijvoorbeeld nu een beetje zo... Een beetje binnenkijkt bij... Bij de Flash, dan zie je... Dan zie je zijn supersnelle loopschoenen. Yo, en wat is dit? Nee! Een gear crate. You kidding, right? Ah, jammer. Ik dacht eigenlijk dat er superhero gear uit zou komen. In plaats daarvan is het gewoon basic gear. Ik heb wel iets gekregen. Dat is op zich nice. Kan ik er iemand mee aanvallen? We kunnen het proberen. Lief zijn voor elkaar in het echte leven, jongens. Wat je in Roblox doet, is nog niet iets wat je in het echte leven moet doen. Oh, yo, ik heb wel een long distance... In iemand ingemaakt op long distance. Dat is nice. Dat is goed gedaan, Job, zou ik zeggen. Gaan we Baconair even een lesje leren. En dan leer ik jou hier zo nog even een lesje. En dan ben ik er wel weer klaar mee. Dan heb ik denk ik wel laten zien dat het kan. Nee hoor, we laten mensen even lekker met rust. Ik ga terug naar mijn tycoon. En ik ga even kijken. Wacht even, laten we eerst even naar de shop gaan. Yo. Er zijn hier epische dingen te koop. Een VIP is hier te koop. Digi 100, oké, dat vind ik een beetje duur. En oneindig geld is 140. Wat? Oneindig geld? Oké, dat gaan we gewoon doen. Zullen we dat doen of zullen we het niet doen? Ik twijfel. Zullen we het doen? Ja, oké, weet je wat? Ik tel van 3 tot 0. En als jullie bij 0 massaal een like op deze video achterlaten, dan doe ik het. Dan zijn wij namelijk de snelst groeiende superheld in Roblox. Oké, daar gaan we. Bij 0 moet je liken en dan druk ik direct tegelijk met jou op de koopknop. En dan gaat het gewoon epic zijn, oké? 3, 2, 1, druk! Like! Oh, jongens, let's get it! Wij kunnen alles ontgrendelen. Wacht even hoor. Nee, dat meen je niet. Waarom kan ik hem niet pakken? Nee, ik dacht heel even dat ik hem ook kon gebruiken. Oh, dat is zo jammer. Oh, jawel, het kan. Ik heb een robotspin. Oké, we gaan hem uittesten. We gaan hem uittesten op iemand, jongens. Een robotspin. Wacht eens even. Hoe kan het nou weer dat je... Hey! Hij heeft gewoon mijn spiderweb shooter geclaimd. Dat is niet de bedoeling. Maar dit werkt wel echt heel erg goed hoor, jongens. Kijk dan! Wat? Oké, voordat mensen allemaal mijn wapens gaan stelen. Wat natuurlijk niet de... Wacht eens even.
Ik heb denk ik misschien wel een idee. Als ik hier bovenop zou kunnen komen. Let op. Wacht even hoor. Wacht even. Niet waar. Dan kan ik mijzelf misschien gratis veranderen in de Flash. Terwijl dit niet eens mijn tycoon is. Nee joh! Wacht, dan kan ik ook de wapens van de Flash meenemen denk ik, of niet? Oh, dit ziet er epic uit. Nu is er letterlijk geen enkele speler meer die sneller is dan mij. De Lightning Horn heeft hij. En heeft hij beneden nog iets speciaals waar ik niet van af weet? Die schoenen, ja. De Lightning... Oh nee, dat zijn geen boots, maar bolts. En wat kan ik ermee? Oeh, die kan ik afvuren op iemand. Ah nee, wat doe ik nou? Super stom. Ik was even helemaal voor een aantal seconden vergeten dat ik natuurlijk niet echt de Flash ben. En dat ik dus moet uitkijken voor wat ik doe. Op zich misschien ook wel fijn, want nu hebben we namelijk echt even de kans om aan onze eigen tycoon te werken. En om die waarschijnlijk letterlijk in één keer af te maken op dit moment. Oké, de eerste verdieping, die is af. Dat betekent... Oh nee. Die is nog niet af. Ik heb ook gewoon 999,9 miljoen. Bizar veel gewoon. Oh gosh. Oké, laten we eerst even alle upgraders neerzetten. En laten wij nu naar boven gaan. Oh, wacht eens even. In het tycoon waar we net waren, konden we onszelf veranderen in de Flash. Omdat het namelijk een Flash tycoon was. Betekent dat dat wij onszelf hier zometeen kunnen veranderen in de enige echte Spoederman? Jongens. Oké, wat zou jij doen als je Spider-Man was voor één dag? Wat zou je doen? Zou je mensen redden? Zou je van gebouw naar een gebouw slingeren en daar een vlog van opnemen? Oh, niet waar. Jongens, waarom ben ik vierkant? Oh, wacht even. Yes! Oh, deze skin is epic, man, bro. I love this. Misschien ben ik wel blij met deze keuze. De Hulk had ik ook leuk gevonden, maar dit is ook wel echt heel erg gaaf, hoor, jongens. Oké, laten we even kijken welke wapens Spider-Man heeft. Hij heeft de Spider-Gun, de Spider-Bot... Dat zijn dus... Yo, wat? En de Spider Sword. Oké. Ik ben blij, jongens. Ik heb mijn eigen spinnenrobotjes. Ik heb mijn eigen... Pew, pew, spinnenzwaard. En ik denk eerlijk gezegd dat we hier wel een heel eind mee gaan komen. We doen ons best in ieder geval. En we kunnen dus letterlijk alles plaatsen wat we willen. Want we hebben namelijk unlimited cash gekocht. Zelf vind ik het most of the time nooit echt leuk om dat te doen in games. Omdat ik er namelijk van overtuigd ben dat het veel leuker is om ervoor te spelen. In plaats van dat je het zomaar gewoon voor jezelf kunt kopen. Maar in dit geval, omdat ik niet echt van plan ben om hier meerdere video's van te maken. Als Spider-Man zijnde dan tenminste. Misschien wel eens een andere superheld. Leek het mij een leuk idee om het gewoon in één keer te verwerkelijken. Oké, jongens. Spider-Man versus The Flash. De battle waarop jullie allemaal hebben gewacht. Yes! Verdween die nou zojuist? Oké, wacht even. Dat moeten we uitproberen bij iemand anders. Wie hebben we nog meer? Er is ongetwijfeld nog iemand bij wie we dit kunnen doen. Ja, de meeste tycoons die zijn nog niet zo ver. Oké, hier hebben we iemand. Dit is waarschijnlijk Thor. Uh-oh. Nee, jongens. Ik zit vast. Oh, jou moet ik sowieso terugpakken nu. Nee. Kom hier. Oh, jongens. We zijn zo close. Hij gooit allemaal van die bliksemschichten, waardoor ik eventjes niet meer kan lopen. Ga ik dit winnen, jongens? Wat denken jullie? Denken jullie dat ik dit ga winnen? Nou, als jullie het dachten, dan hadden jullie het goed. Let's get it, man. En deze heb ik ook te pakken. Super nice. Ik moet zeggen, ik had niet gedacht dat het zo leuk zou zijn om te spelen als Spider-Man. Wacht eens even. Er is nog wel iemand bij wie we naar binnen kunnen. Iron Man. We kunnen bij Iron Man naar binnen. Oké, wacht even. Wat we daar eerst even voor moeten doen... Laten we eerst even onze robotspinnen weer neerzetten. Oh, dat is zo gaaf. Het zou best wel eng zijn als je gewoon... in de hoek van je kamer denkt een spin te zien. En dat het dan ineens een soort van robot-serie-achtige spin is. Lijkt mij best wel creepy. Nee, wat ik dus wou doen... is ik wil kijken of ik het pak van Iron Man kan stelen. Hè, wat vinden jullie daarvan? Vinden jullie dat een goed plan? Of in ieder geval de wapens van Iron Man. Kijk, Iron Man die zit... Is dit Iron Man of is dit de Flash? Nee, Iron Man zit daar tegenover mij. Oké, daar gaan we, jongens. Het is ook zo gaaf. Want dat spinnenweb kan je echt van een mega afstand kun je het gewoon gebruiken. Dat is niet normaal. Oh, daar is Iron Man. Oké, gaan we hem inmaken? Oké, daar gaan we, jongens. Met de megaspin. Met de ijzeren megaspin. Spider-Man versus Iron Man. Dat is wel echt een crossover, dit. Oh, jongens. Yes! We did it! Oké, nu gaan we proberen bij hem naar binnen te komen. Oh, jongens. Oh! Niet waar! Oké, we hebben nog wel het Spider-Man pak aan. Of nee, wacht. Niet waar. Yes! Wij zijn dus de Flash. Oh, jongens. Oh, dit is zo erg. We hebben gewoon de bunker van Iron Man geclaimd. Oh, jongens. En wij hebben zijn handschoen te pakken.
en zijn laservingers. Wat? Is dit gewoon een... Oh. Deze fout ben ik nu voor de tweede keer begaan. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Wij hebben gewoon de basis van de Flash en van Iron Man geclaimd. Terwijl we zelf Spider-Man zijn. Het zou best wel grappig zijn als, zeg maar, horoscopen gebaseerd waren op superhelden. Dat als je bijvoorbeeld in december geboren bent, dat je een Superman bent. En als je in januari geboren bent, dat je een Iron Man bent. Nevertheless, bedankt voor het kijken. Abonneer is heel graag. Dan staat in de comments weten welke superheld jij zou zijn als jij de keuze had uit de superhelden van deze tycoon. Hulk, Spider-Man, Iron Man, de Flash... De Joker? Waarom zat de Joker er eigenlijk bij? De Joker is een supervillain. Maar maakt verder niet uit. Bedankt voor het kijken en ik zeg adios.